FC Groningen speelt zaterdagavond voor de 14e keer in de Eredivisie thuis tegen VVV Venlo. FC Groningen won tot nu toe 7 van de 13 thuiswedstrijden tegen VVV. De tweede keer dat de FC thuis won van VVV was op 8 maart 1992. Toen werd het 3-2. Dan de tweede helft, 72e minuut. Deze aanval. En het doelpunt is gemaakt door Huizing. Hij viel bijna, bleef toch op de been en schoot hem in de korte hoek in. 2-1 FC Groningen. En dat was de genadeklap, zou je zeggen. Want hier wordt het 3-1 door Van Duren. De passer van Durovski. De derde thuisoverwinning werd pas behaald op 1 december 2007. Marcus Berg was met het enige doelpunt de matchwinner. Nee, schop van Silva. En de kopstoot en de goal. Daar is hij eindelijk. En wie anders? Wie anders dan Marcus Berg? Die vorige week twee keer scoorde als invaller tegen Feyenoord. Toen voor de winst zorgde, nu zorgt hij in ieder geval voor de 1-0 voorsprong voor FC Groningen. Op 3 april 2011 won FC Groningen opnieuw van VVV. En net als in 1992 eindigde dat duel in 3-2. En die is goed. Tadić met de 1-0. Dank mag vooral uitgaan naar Enevold. Daar is de kans en het doelpunt al van Granqvist. Dat is wel heel korte termijn. Dan is 2-1 toch echt zo'n beetje het maximaal haalbare. Maar dan moet je niet dit soort fouten gaan maken. Want dan is Enevold zijn weg. Gaat hij helemaal door en krijgt hij voor het doel. En is het alsnog 3-1 voor Groningen. Raakt Pedersen die bal nou als laatste of niet? Het is in ieder geval 3-1. Vorig seizoen, op 3 maart 2019, eindigde FC Groningen VVV Venlo ook in 3-2. Mimoun Mahi schoot die middag twee keer raak vanaf de strafschopstip. Boom, 1-1. Ja, 2-1. De eerste was hard en hoog, deze laag en zuiver. Groningen op voorsprong. Sierhuis. Zeefuik weer. Mahi. Bellassani. Ah, lekker schot en de goal ook. Wat een mooie goal van Bellassani. Loopt zuiver. Ja, dat is leuk voor hem. Want hij is met grote verwachtingen naar Groningen gekomen. Maar niet altijd basisspeler. En nu 3-2.